How do we become unified as a dwelling place of God? En dit verhaal is echt een terugblik van hoe komen wij nou als een plek samen waar God kan zijn. Because as long as we're separate, God's not going to dwell amongst us. Want zolang wij gescheiden zijn van elkaar, komt God niet om hier te zijn. Right? The purpose is for the glory of God to be made visible to the people. Het doel is dat de glorie van God gezien kan worden onder de mensen. But as long as you're over there and as long as I'm over here, we are not a unified sanctuary, a unified dwelling place on earth for God's glory. Maar zolang hij hier daar is en ik hier, is er geen eenheid en kan God niet komen onder ons. And for Yeshua's audience, this is a very serious problem because the Jewish people back then had very strong ideas about the Word of God, about the Bible. En de mensen die op dit moment naar Jezus aan het luisteren waren, was dit echt een probleem, want ze hadden allemaal conflicten over hoe het nou zou zijn. It's very simple. I'm right, you're wrong. Het is heel simpel. Jezus was gelijk en die anderen hadden niet gelijk. I read the Bible correctly and you're a fool. En ik, oh, so sorry, dat was wat really. De mensen zeiden van, ik lees de Bijbel en jij doet het niet. And as long as we have this animosity, you think the glory of God is going to dwell in that kind of an attitude? En zolang die conflicten toen op aarde waren, dan kwam Jezus kwam daar niet. And this is one of the purposes of the parable. En dit is een van de doelen van het verhaal. You don't know when the glory is coming on earth. So what do you do in the meantime? Je weet niet wanneer de glorie van God komt. Dus wat doe je nou in die tussentijd? Do you fall asleep? Val je in slaap? And, well, let your life pass you by. En dat je leven je eigenlijk voorbij gaat. And then when somebody does wake you up, God is coming. Say, I'm going to go in and screw you. En als dan God komt van, hey, word wakker. Ik ga alvast, hey, later. So sorry that you missed the party, but I'm having fun. Sorry dat jij het feest hebt gemist, maar ik heb het naar mijn zin. Sorry. Is that the right attitude? Is dat juist dat attitude? He's teaching the people, what is your purpose? You have a purpose from God. And that is to be a living temple for the Holy Spirit, for the glory of God. Hij leert de mensen dat je een levende tempel moet zijn waar de God kan komen. Not to fall asleep in the night. Niet dat je in slaap valt in de nacht. But to be a living sanctuary for the glory to radiate in the darkness. Maar dat je een tempel voor God kan zijn waar Gods uitstraling kan stralen. But as long as you don't have love within you, as long as you're not devoted one to the other, you cannot bring light in the darkness. Maar als je geen liefde hebt en niet liefde kan schijnen naar de andere, kan je geen licht schijnen in de duisternis. You have to have a complete change of attitude towards each other. Je moet heel je attitude veranderen naar elkaar toe. Because you all claim to love God, you all claim that you want His presence amongst you, but you're sleeping. Want we zeggen allemaal wel dat we God onder ons willen hebben, maar toch zijn we aan het slapen. Meaning you have no devotion one to the other. Dat betekent dat we geen toewijding hebben naar elkaar toe. And therefore His glory is not visible. En daardoor is de glorie van God niet zichtbaar. For at Mount Sinai, how does the two sets of five curtains get unified? En op berg van Sinai, hoe worden die twee keer vijf gordijnen aan elkaar vastgemaakt? Well, that's a long story, not for today, but very simply, as a woman is to her sister, to be joined together as one tent. Dat is een lang verhaal, maar voor nu is het eventjes van ze worden bij elkaar gebracht als een zus, als vrouw bij haar zus. And then we get to be a living sanctuary for the glory of God. En dan pas word je een levende tempel voor de glorie van God. But I don't know how you feel. I don't know if I'm so comfortable being called a lady. Ik weet niet hoe jij je voelt, maar ik word er niet zo blij van als ik een vrouw word genoemd. All right. As men, to be joined together like two women, like a woman to a sister? Ik weet niet, als twee mannen bij elkaar worden gebracht, zoals een It's vrouw bij haar zus, for me, huh? Is een beetje gek voor mij. I don't know about you, but I don't know what to do with that. Ik weet niet hoe jij erover nadenkt, maar ik weet niet zo goed wat ik daarmee moet doen. Okay, but then there is... So we put that as a question mark for a moment. Dus we zetten dat nu even neer als een vraagteken. In that we are at Mount Sinai. Dus we zijn bij die berg Sinai. Yeshua in this parable is taking us, the Jewish people, and all those amongst the nations who are now reading and being inspired by this parable. Dus Jezus neemt al die mensen die nu luisteren en geïnspireerd worden door het verhaal. And he's taking us to Mount Sinai in this parable. Hij neemt ze mee naar de berg van Sinai in het verhaal. So let's go there very briefly to the beginning of the encounter between God and Israel in the middle of the desert. Dus we gaan even snel terug naar het begin van het verhaal van waar God kwam bij de berg Sinai om zijn volk te ontmoeten. To Exodus chapter 19, the beginning of the encounter. Naar Exodus 19, het begin van het ontmoeting van tussen God en de mensen. You have some 3 million people brought up by the mighty hand of God out of the land of the house of bondage in Egypt. Dus God had 3 miljoen mensen meegenomen uit Egypte naar die berg. So you
have a background, you have a mindset and a worldview of slavery for hundreds of years. Dus die 3 miljoen mensen waren niets anders gewend dan slavernij 300 of honderden jaren lang. Keep that in mind. Hou dat even in gedachten. How does a slave see oneself? Hoe ziet een slaaf nou zichzelf? Well, thankfully I haven't been a slave for a while, so I'm not so sure. Gelukkig. But I don't think it's so good. Gelukkig ben ik nooit een slaaf geweest, dus ik weet het niet zeker. Maar het zal vast niet goed zijn. All right, but this is the mindset of the people. We have been slaves, the sons of slaves, the grandsons of slaves. How much value do you think I have? Maar dit is de gedachte van de mensen. Ik ben een zoon van een slaaf, een kleinzoon van een slaaf. Hoeveel waarde denk je nou dat ik bezit of ben? And so then, the voice is heard amongst all the people together. The voice of God from heaven, above. En dan komt de stem van God over alle mensen, de stem uit de hemel. And he says to the people, Ata, im shamoa tishma'u bekoli. And now, in this present moment, if you hear in my voice. En hij zei in het Hebreeuws, luister en op dit moment. Now usually this is translated simply as, if you obey me. En als hoor mijn stem. Okay, if you obey me, this is possible translation, no problem. Er zijn allerlei verschillende vertalingen van. But it is coming from a very specific expression in Hebrew, that if you hear me, that's what's translated if you obey me. En het is heel specifiek vertaald in het Hebreeuws, dus het is allemaal een beetje gek, maar als je naar mij luistert, als je mij gehoorzaamt. Now there's nothing wrong with obedience, that's kind of important. Er is niets mis met gehoorzaamheid, dat is best belangrijk. But very specifically, what God is saying to the people is, if you hear me. En wat God echt specifiek zegt is, als je naar me luistert, als je me gehoorzaamt. And not just if you hear my voice, but if you hear inside, in my voice. That's kind of strange too. En niet zomaar luisteren, maar als je in zijn stem luistert. Het is een beetje gek, maar... What does it mean to hear inside the voice of God? Wat betekent het nou om te horen in de stem van God? Right, a voice. And that's a question for you. How do you imagine... This encounter. How do you imagine the voice of God at Mount Sinai? Het is best gek en best belangrijk om over na te denken. Hoe hoor je nou in de stem rond de berg Sinai? Is it a frightening and angry voice? The voice of God that's roaring from heavens above. Is het een hele If you obey me. Is het een hele agressieve stem die je hoort van je moet mij gehoorzamen? Is that how you hear? Is that how you imagine when you're reading this? Story. Is dat hoe je het voor je ziet als je dit verhaal leest in Exodus? Well, the future prophets of Israel are always going to be talking to Israel very specifically about this moment in history. Alle profeten die hierna zijn gekomen, die hebben het altijd over dit moment. As a marriage covenant between God and Israel as his bride. Als een trouwverbond tussen God en Israël als zijn bruid. That this is the moment in which God enters a marriage covenant when the people get married to God. Dit moment is het moment dat de mensen van Israël een trouwverband krijgen met God. And so therefore God speaks to Israel as a bridegroom. En daarom spreekt God tegen Israël als een bruidegom. So what does the voice of the bridegroom sound like when he speaks to his beloved under the canopy of marriage? En maar hoe klinkt nou de stem van de bruidegom als hij tegen zijn bruid spreekt tijdens You must obey me, my beloved wife. Jij moet naar mij luisteren, mijn vrouw. Well, I don't know. Maybe some men maybe speak like this. I don't know, but I don't think so. Sommige mensen, mannen misschien, maar ik denk het niet. This is therefore why it's important about if you hear in my voice, meaning with what tone of voice does God speak to his people? En het is een beetje om hier goed over na te denken over van met welke intonatie spreekt God nou naar de mensen? I would like to suggest to you that the voice of God from Mount Sinai is that of love, that of tenderness, that of passion as a man to his beloved. De intonatie van God op dat moment van de berg Sinai is als een man die verliefd is of verliefd kijkt naar zijn vrouw. For that is what he goes on to say to the people. If, there's a question, if you can hear me and if you can hear in my voice, in my tone, my heart, then you will be something very special for me. En op deze manier spreekt hij ook naar de mensen bij Sinai. Als je mijn stem kan horen, als je mij kan gehoorzamen, dan zal iets heel speciaals gebeuren. To hear the voice is the first condition. The second condition, if you guard my covenant. Er zijn meerdere dingen die er moeten zijn. Als je mijn stem hoort en als je dit verbond
bewaakt. It's specifically a marriage covenant. If you guard my marriage covenant. Als je dit trouwverbond bewaakt. Meaning it's a relationship of face-to-face life that's protected. Een trouwbond is een relatie gericht. Het is van twee kanten. Meaning it's a life that is protected to keep the people face-to-face with the bridegroom king. Het is een verbond dat de mensen in aangezicht van God houdt. And this is how you're always living. No matter what you're doing, you're still face to face with your bridegroom king, your God. En dit is hoe je gaat leven. Je staat altijd oog op oog met de God, de bruidegom. So if I, as the bride, can listen to my bridegroom's voice and stay in his voice, meaning his true heart intention for me, and guard this face to face relationship all the time. Dus als ik als bruid kan luisteren naar de bruidegom en zal beschermen dat verband. Then something amazing is possible. Dan is iets heel onmogelijks mogelijk. He says, you'll be for me, am segula, a people, a nation, that is most precious treasure of the king. Dan zal jullie natie een hele waardevolle schat zijn. Imagine that. How do you change a mindset of a worthless slave in the eyes of everyone else to now begin to see yourself as the most precious treasure in the eyes of the Creator? Hoe verander je nou de gedachte van een slaaf die voor de wereld niemand is naar de meest belangrijke, grootste schat als een persoon? For all the earth is mine, he says. Voor heel de wereld te zien. And here, that is communicating what the purpose of this relationship is. En dat is hoe het doel van de relatie tussen ons is. God says, all the earth is mine, meaning all the nations, they're mine. They are my treasures, as the king has abundant treasures. Alle naties over de wereld zijn de schatten van God. But the nations don't know their God, their creator. They're worshiping silver and gold. They're worshiping that which is of their own hands. Maar de naties over de wereld, die weten niet dat de God hun God is. En die aanbidden goud en zilver. And so God has taken Israel out of bondage in order to establish a covenant that she would live as the segula. The segula means the most precious treasure of a king. Dus God haalde Israël uit die zooi en die bracht ze als een schat dat ze zijn. Receive the kingdom of heaven. Ontvang het koninkrijk van God. And within that kingdom live as priests. He says you are a holy nation, a kingdom of priests. En binnen dat koninkrijk zijn jullie profeten, priesters. Now, if all of Israel are priests, who are the priests supposed to serve? En als heel Israël nou priesters zijn, dominees, naar wie moeten ze dan spreken? You're a priest, I'm a priest. Okay, we get to be priests. I serve you, you serve me. Jij bent een dominee en ik ben een dominee. Wij dienen elkaar dan of zo. Priester. No. The priests are to serve the people, but the whole nation are priests. Maar de priesters moeten de mensen dienen van het volk, maar als iedereen nou een priester is. The point is therefore the nations who don't know God yet. Het is juist voor de naties die juist nog niet God kennen. Israel is to bring this message to the nations. Israël is om deze boodschap te brengen naar de naties. All right? To relate to the nations, to serve the nations as priests of God Most High. Om de mensen te dienen als priesters van de hoogste God. You are afraid of God? You think that you see God and you will then die because you saw God? That might be true. Misschien ben je dat je bang bent voor God. Als je hem ziet dat je dan dood gaat, misschien is dat waar. As long as you see yourself as a worthless slave and you live like a worthless slave, that might be true. En misschien als je deze gedachte hebt als een waardeloze slaaf, dan zou het misschien waar zijn. But here there's a message of this God who is revealing himself as the merciful king. Maar hier is de boodschap van een God die zich laat zien als een genadevolle koning. Who desires his people to know themselves as treasures in his eyes. Die ernaar verlangt dat de mensen van hem weten dat ze hele grote schatten zijn. And that is the message of Mount Sinai. En dat is de boodschap van Mount Sinai. If I can know myself as a precious treasure in the eyes of my bridegroom king. Als ik weet dat ik een hele belangrijke schat ben in de bruidegom, de koning. How will that
impact the way I live and behave? Hoe verandert dat de manier waarop ik leef? If I see myself as worthless, I live in a worthless life. Als ik mij zie als waardeloos, dan gedraag ik me ook als een waardeloos iemand. If I see myself as the treasure in God's eyes, I see myself through God's eyes. Als ik mij zie als de schat in Gods ogen, dan gedraag ik me ook als de schat. I might begin to see you through God's eyes as well. Dan zie ik misschien ook andere mensen door de ogen van God. You're worthless. I'm going to just disrespect you. Je bent waardeloos. Ik zal je niet met respect behandelen. No, I see you through God's eyes. You are the most precious treasure in the eyes of the king. Nee, zo werkt het niet. Ik zie jou door de ogen van God. Jij bent de meest belangrijke schat in de ogen van de koning. Or we can fall asleep and continue to live as worthless slaves. Of we kunnen in slaap vallen en blijven doorgaan als nutteloze slaven. The choice is ours. De keuze is aan ons. But if we continue to live with the mindset of bondage, then there will be no unity amongst us. There will be no joy. There's going to be no figs to feast on. Als we doorgaan met die mindset van een slaaf, dan zal er nooit een feest zijn. Zullen we nooit van die vijgen en die druiven eten. And God's glory will remain invisible to us and to the world. Dan zal de glorie van God onzichtbaar blijven voor ons en voor de mensen. But if I can transform my way of seeing to see through the eyes of God, I will see you as a great treasure and I will hold you as precious. I will respect you and value how I speak with you, how I treat you. Maar als ik mijn gedachten verander en blijf kijken door de ogen van God, dan zou ik mensen anders mee omgaan. Dan zou ik ze met respect en waarde behandelen. And then, wow, we won't, not only will we not fall asleep, we will be awake through the night enjoying figs and drinking good wine together. En dan zullen we niet alleen wakker zijn, maar we zullen nog feesten met elkaar en wijn en druiven en vijgen eten. Meaning enjoying life together while it is night outside. Dus het betekent leven met elkaar genieten als het nog nacht is buiten. Meaning while the world lives in brokenness and in pain and ruled by evil. Als de wereld leeft bij gebrokenheid en vijandige partijen. The people of God won't be asleep. They will not be dormant and useless in this world. Dan zullen de mensen van God niet slapen en nutteloos zijn in deze wereld. But rather be living as treasures of the invisible creator of heavens and earth and treating each other as treasures. Maar ze zullen juist zijn als schatten op deze wereld en elkaar behandelen als schatten van de koning. Meaning they will be holding lamps of light in the darkness of night. Dat dus betekent dat ze lampen zullen dragen in de nacht. And they will have an abundance of oil. En ze zullen een overvloed van olie hebben. So that if as the light starts to flicker out, because life is hard, life is difficult, the challenges are real, and the light can start to get a little less, a little less. En dan als het leven moeilijk wordt en het vlammetje wordt steeds kleiner en steeds kleiner. So where does that reserve come from to fill up the vessel once again? En dan zullen we dat voeden met olie. Maar waar komt die olie vandaan? Waar komt die overvloed vandaan? Well, remember, try to think a little, you know, Israeli, Jewish, in terms of oil. What does oil mean for the people? Denk eens terug aan het Israëlische. Wat is nou olie voor de mensen? That's kind of hard to connect with because we just flick a switch today and we have light of all sorts. Het is misschien moeilijk om even het voor je te zien, want nu doen we gewoon zo'n schakelaar aan. But in Yeshua's day, in Jesus' day, you have to work really hard to get light. Maar in de tijd van Jezus was het echt moeilijk om licht te krijgen. Je moest er hard voor werken. And if you have no olive oil, you have no fuel for light. It's that simple. Want als je geen olie had, dan had je geen brandstof voor het licht en had je geen licht. But it's also a source of nourishment on your table. It's yummy, yummy. Maar het is ook een voeding op de tafel. Het is lekker. It's also cleansing on your body. It's also healing on your skin when you have problems. De olijfolie is ook goed voor je huid. Het is ook gewoon als je irritaties hebt. And so because it's important in the daily use of the people of Israel back in those days, it will be selected for ritual use as well. En omdat het belangrijk was, heel erg een van de belangrijkste dingen voor de mensen van die tijd, werd het ook gebruikt voor rituele dingen. You're going to do something very strange. You're going to take a flask of olive oil. And you're gonna pour it all over an individual. Je neemt zo'n kruikje met olijfolie en je gooit het dan, strooit het over iemand heen. And in doing so, you set that individual apart as a high priest or a king. En op deze manier zet je iemand apart als een hoge priester of als een koning. They become an anointed one. Ze worden de uitgekozenen, uitverkorenen. As the oil is all over them. Als de olie helemaal over hun heen is. They now start to have the responsibility in their office
to be anointed, meaning to bring forth those qualities of olive oil. Ze hebben dan de verantwoordelijkheid om ook die kwaliteiten van dat olijfolie voor te brengen. Meaning, what do you do in the darkness of night? Meaning, in this season that the world is broken. En dus betekent, wat zou je dus doen in de nacht voor die olie? You bring forth the life of the anointed one who lives in you. That's the life of Messiah, life of Yeshua in you. Je brengt dan die uitverkorene, dus Jezus in jou naar voren. You bring forth light from within you. Let the light of God's face shine from your face. Je brengt het licht van binnenuit van Jezus naar buiten en dat laat je van je gezicht afschijnen. You bring forth nourishment. Je brengt voeding. True nourishment. Echte voeding. And what is really nourishing? Wat geeft nou goede voeding? It's an important question. Het is een belangrijke vraag. In the life that we live, where do you turn to find true nourishment for your soul? En in dit leven, waar vind je nou echt een goede voeding voor je ziel? Do you see yourself as a source of God's nourishment to the hungry? Zie je jezelf als een bron van voeding voor de hongerigen? But also God's source of cleansing and healing for those who are truly in need. Gods bron van voeding, Gods bron van geven let voor de mensen die het nodig hebben. Laat staan alleen voor jezelf, maar ook voor de mensen om je heen. So in the dark of night, don't fall asleep. Hold your vessel of light as the vessel of light. In de donkere nachten, hou dan je lampje voor je, je ding van lamp. And licht. Bring forth that service so that we will all be ready for when the bridegroom comes. En word een dienaar, zodat iedereen klaar kan zijn in plaats van alleen jij als de Heer komt. So that when the bridegroom comes, the banquet hall will be full. Dus dat als de bruidegom terugkomt, als die komt, dat heel everybody on the outside will be stuffed into the banquet hall. Dat heel de zaal waar het banket gehouden zou worden vol zou zijn. Where there's plenty of figs and wine to go around for everyone. Dat er genoeg wijn en vijgen zijn voor iedereen die er is. But if you don't see yourself as the servant, the priestly servant to the people. Maar als je jezelf niet ziet als de dienende priester naar de mensen. Where the anointed one, where Yeshua's life is flowing from within you, well, not only are you asleep, but people are going to stay outside and they're going to, well, not necessarily join the party. Als jij niet degene bent die de olie van Jezus doorgeeft, dan zullen er mensen zijn die slapen buiten. All right. The correct mindset of service is staying within the voice of God. De juiste gedachte van de mensen die dienen is om in de stem van God te zijn. Where you are functioning from within the voice of God. Dat je dingen doet vanuit de stem van God. And then therefore you're speaking the voice of God. Dus dat je daardoorheen ook spreekt de stem van God. And people won't be afraid of God, but they will be welcome to draw near into the tenderness and the love and the truth of God's voice. Dan zullen mensen niet bang zijn voor God, maar juist willen ervaren die liefde en die waarheid van de stem van God. So that they will be welcomed into a face-to-face relationship. Dat ze verwelkomd worden in een echte dichtbij relatie. Wherein no matter what challenges are coming, because again, we all know how many challenges life presents to us. En dan maakt het niet uit welke uitdagingen op je weg komen. The only way to meet those challenges are staying within the face-to-face covenant relationship with the living God. En de enige manier om al die uitdagingen te overkomen is om dicht bij God te zijn in die één op één trouwe relatie. And so therefore, live a covenanted life. Dus zorg ervoor dat je een leven in band met God leeft. This is would like to suggest to you the conclusion of Yeshua's the purpose of Jesus' parable. En dit is eigenlijk de conclusie van het verhaal van Jezus. You don't know when the time is coming. Je weet niet wanneer de tijd komt. Don't be focused on that. Wees daar niet gefocust op. Be focused on the present. Wees gefocust op het vandaag, op het and nu. And celebrate the present. En vier ook het vandaag. Live a life where you're rejoicing the present. Leef een leven waar je viert dat de dag van vandaag. So that you are unified as a living sanctuary for the glory of God on earth. Zodat je mag leven als een eengebrachte tempel voor de God. Imagine that. Through you, the invisible God can be made visible. Zie het eens voor je dat jij de persoon kan zijn waar de onzichtbare God zich zichtbaar kan laten zien. Is that possible or am I simply a worthless slave? Is dat mogelijk of ben ik nou eigenlijk gewoon een waardeloze slaaf? So Abba, I would like to rejoice in your name.
Dus God die zou willen dat wij juist blij zijn in zijn naam. As we draw near together in gratitude. Dat we bij elkaar komen in een waardering. That for the finished work of your son, you have made this possible. That we are no longer slaves to the bondage of sin, but we are redeemed people. We are a saved people. Dat we dankbaar mogen zijn dat door de Zoon van God we niet langer slaven mogen zijn, maar dat we juist opgebrachte mensen kunnen worden. And as is a people that are sanctified, inspire us. En als mensen die als tempels worden gebruikt, dat ze geïnspireerd mogen worden. With the truth of your glory dwelling within our midst. Met de waarheid en de glorie van God die onder ons zweeft. That we might draw near to one another as brothers, as sisters. Dat we naar elkaar toe kunnen komen als broeders en zusters. As a living sanctuary. Als een levende tempel. Where your name in your face, your light is radiating. Waar Gods naam en Gods liefde wordt uitgestraald. So Abba, we rejoice with gratitude in your name. Dus waarom zullen we niet blij zijn feesten in zijn naam?